Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen en vandaag wordt een superleuke dag, want we gaan op reis. En natuurlijk neem ik jullie mee. Ik heb er ongelooflijk veel zin in en de komende dagen gaan jullie ook lekker met ons meegenieten. En met ons is omdat het niet alleen Mayun en ik is, maar we hebben nog iemand meegenomen. Ik ga later ook vertellen hoe, wat, wie, wat, waar, waarom. Maar er staan hier een paar containers van ons en de papiercontainers moeten even aan de weg worden gezet. Dus het is eerst even tijd en dat is belangrijk, want anders dan worden ze niet geleegd en ze zitten helemaal proppievol. Oh, deze valt mee op zich. Maar ze moeten wel even gelegen worden. Dit is trouwens de oude papiercontainer. En deze is echt een zieke upgrade. De nieuwe papiercontainer. De containers die staan mooi bij de weg. Dus dit is in ieder geval gefixt. En dan nu ga ik mijn laatste spulletjes pakken voor op reis. Denk bijvoorbeeld aan mijn vlogcamera die ik nu in mijn handen heb. Batterij daarvoor. GoPro. Microfoontje erbij. Nog meer batterijen. De handycam. De nieuwe camera. Die je ziek kan inzoomen. Op bijvoorbeeld vliegtuigen en shit. Daar de oplader van. Want daar heb ik nog geen extra batterijen van. Maar die gaat heel erg lang mee. Denk bijvoorbeeld aan een tussenstukje om je SD-kaartje in te doen, zodat je bestanden kan overzetten. Ook een apart apparaatje die speciaal is voor de SD-kaarten die ik voor deze camera gebruik. Dus ook zo'n tussenzetstukje. Denk bijvoorbeeld aan een laptop. Natuurlijk een heleboel opladers voor van alles en nog wat. En dan heb ik denk ik mijn cameratas wel ongeveer zo bij elkaar. Op zich valt het mee wat je hier allemaal ziet. 3 koffers. En 2 tassen in totaal. Nou, dat is nog wel te doen. Zo lang blijven we ook weer niet weg eigenlijk. Ik heb hier nog even een lekker broodje. En even een lekkere smoothie. Die ga ik lekker meenemen in de auto. Ja, goedemorgen met taxiservice. Pieter, u had taxi besteld? Ja, maar... Ja, die klopt ja. En van waar wilde u een limousine taxi? Heeft u gekke wilde plannen? Want ik hoorde van een collega dat u bijna jarig bent. Maar hey, meneer. Rutger. Ja. Ja. Vriendelijke vriend. Dat is bijna zover, hè? 19 september. Ja. Oh, dan ben jij jarig. Zo, hé, dat je dat weet. Ja, dan word je 44, jongen. Ja, klopt, ja. En jij gaat het zaterdag vieren, maar dan kan ik er helaas niet bij zijn. Maar mocht ik eventjes wat gepland hebben op jouw verjaardag, waarin ik jou wel even mee moet nemen. Oh, leuk. Oh, leuk. Oh, leuk. Dus... Dinsdag ben ik bij jou in de ochtend. Dus zorg ervoor dat je met je juiste been uit bed stapt. Want ik neem jou mee, samen met Marvin en met Bas, naar een plek waar wij met z'n vieren eventjes wat gaan doen voor jouw verjaardag. Oh, wat leuk. Echt heel leuk. Heb je er zin in? Ja, daar heb ik echt heel veel zin in. Echt heel vet. Nou, let's go dan. Yes? Heel leuk. Ja, heel leuk. Ik laat het van je weten hoe laat we bij jou zijn en hoe lang het rijden is en bla bla bla. Maar het wordt fantastisch, kan ik je vertellen. Oh, dit vind ik echt zo leuk. Oh, mooi. Je had nog niks gepland op jouw verjaardag? Nee, helemaal niks. Nou, dan ben ik gelukkig de eerste. Zet het in je agenda. Je bent de hele ochtend weg. Lunch is ook geregeld. En aan het eind van de middag ben je weer thuis. Wow, dit is wel echt een verrassing nu al. Je moet je even voorstellen. Ik zit nu met mijn graafmachine bij iemand in zijn achtertuin. Jij belt mij en jij zegt dit. Nou, mooi om te horen, man. Nou, dan check je volgende week, bro. Is goed. Gezellig. Ik heb er nu al zin in. Is goed. Hey, graafs, hè? Dankjewel. Doei. Bedankt voor het bellen. Hey, digging for the world. Ja, doei. Yo. Oh, Rutger is zo'n gouden gast, hè. Niet normaal. Ik zat dus in één keer te denken. Nu in de auto onderweg van ja, wat is nou echt geniaal om te doen met Rutger's verjaardag? En toen was ik even aan het googlen en Bas en ik zagen iets en we lagen allebei in een deuk. En we weten allebei niet hoe het werkt, hoe het moet. Dus zo mooi. Ik denk dat het leuk is voor iedereen. Alleen het is natuurlijk als verjaardagscadeau voor Rutger. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus binnenkort gaan we Rutger's verjaardag vieren en dan gaan we op pad. Voor nu willen jullie vast weten met wie ik op reis ga en waar ik naartoe ga. Als jullie me volgen op Snapchat, dit is mijn Snapchat, dan hadden jullie al geweten waar ik was en met wie. Maar even voor de duidelijkheid. Ik ga met Marvin. Wow, grote verrassing. En met Joelle. Joelle. Super nice. Joelle. Ja, mooi. Ja, zo... al die wonden op je hand weer van gisteren. Ja, van spelletjes spelen. Ik was zo fanatiek. Ja, ongelooflijk. Ja, kijk dan. Ik heb gewoon een spelletje gespeeld. En ik heb één zo'n spelletje en dan moet ik de hele tijd op een basketbal drukken met mijn vuist. Ja, en dan wil ik gewoon zo fanatiek spelen dat het helemaal open gaat. Ja, achter de pc. Nee, dit is gewoon in Game State. Gewoon letterlijk. Zo'n spelletje. Ja, stom hè. Elke keer als mijn handen was, brandt het echt als een gek. Maar ja, maakt niet uit. Maar hebben we er zin in, meiden? Zeker. Nice. Yo. Barcelona, we komen er snel. Woe! Ongelooflijk. En als jullie nou denken van, nah, die Bas, die jongen, die gaat gewoon niet mee. Nee, Bas gaat niet mee. Maar ik heb wel iets anders leuks voor Bas. Want als wij terugkomen, dan gaan we de eerste testrit maken.
Ja. En ik ga straks bellen naar de eerste auto die ik heb gezien. Wat zal het zijn? Ja, een auto in gedachten? Ja, ja, zeker weten. Okay. Ik heb zijn nummer genoteerd, alles. Oh, joh. Dus ik ga nu niet bellen in de auto, want dan krijgt Bas alles mee. De bedoeling is dat Bas geen flauw idee heeft in welke auto die gaat testritten. En hoe of wat. Dus ik ga straks, als we op Schiphol zijn, ga ik even bellen naar de persoon die deze auto verkoopt. En dan ga ik een afspraak maken. En dan gaan we een testrit maken. Dit wordt zo mooi, oh joh. Ja. Ik heb hier zoveel zin in ook. Dus als we terug zijn, gaan we een testrit maken in de eerste auto van Bas. We hebben er in totaal 10 te gaan en één van die 10 auto's wordt de toekomstige auto van Bas. Dus ja, spannend bro. Nice. Misschien wel een limousine. Oh, een Lambo. Wordt hartstikke leuk, dames en heren. Alles beter dan de Volvo, dus dat komt altijd goed. Kijk, deze hebben we gezien. Ja, wat de hel. Deze hebben we gezien gisteren op internet. Ja. Kijk dan. We hebben letterlijk zo'n auto gisteren gezien op internet. En die kan je gewoon kopen, hè, zo'n auto. Let's go, bro. Let's go. Met Smilam, bro. Met Smilam. Deze is fantastisch. Met gewoon alles erop en eraan. Met van die strepen en zo. Ja, dit is dan eentje van ProRail. Maar we zagen hem een beetje in brand weer. Ze hadden gewoon die ProRail alles eraf getrokken. En dan heb je nog die strepen alleen. Ja, precies dat. Dus dat kan je blijkbaar gewoon kopen. Geniaal. Ja, goed. In ieder geval, dat krijgen jullie allemaal te zien. Dus leuke dingen op de planning. Maar vooral nu, in één keer, last moment, Barcelona, een paar dagjes. Wordt echt fantastisch. Alleen, het heeft ook nog wel een ander dingetje. Wat het met zich meebrengt. Dus nu ga ik weer een beetje vaag doen. Maar er is iemand anders 2 uurtjes rijden van Barcelona af. En als het mee zit, dan ga ik nog een dagje met hem chillen. Ja, het is wel heel apart dit, ik weet het. Als het niet zo is, blijf ik bij Marvin en Joelle. Maar als ik wel ga chillen, dan ga ik een dagje weg en dan ga ik met die vriend van mij chillen daar. Wie dat is, hoe wat, dat zien jullie allemaal wel. Voor nu is het belangrijk dat we onze vlucht gaan halen. Dus we zijn over 7 minuten op Schiphol. En dan gaan we lekker vliegen. 2,5 uurtjes hoorde ik, toch? 2, volgens mij. 2 uurtjes! Let's go! Dat is weer een meevalletje. En het is mooi weer, dus korte broek. Kijk, Smiley is er weer bij. Mon Power logo is er weer blij. Bye, let's go. Remember the time. Waarom gaan we dit mooie weer weg? Dat zeg je nu, maar. Maar als we daar zijn, dan wauw. Een half uur aan regent het. Over een half uur regent het, ja, je weet maar nooit. Oké, okay, we hebben alles. Yes. Yes? Hey Bas, rustig aan met het huis. Zullen we afspreken? Geen 2000 kilometer op de auto? Ik ga voor de 1500. Gaat voor de 1500. Nee, zo lang zijn we niet weg, man. Als het een challenge is, dan lukt het wel. Het is geen challenge. Het is dat het zo. Oké, ga maar lekker dromen over welke auto we gaan testritten, ja? Rustig aan, bro. Ciao, hè. Later. Yo. Daar gaan we, dames en heren. Met de dames op pad, hoor. Dit wordt met een avontuurtje wel. Ga ik het volhouden met deze twee dames? Oh, dat hoorden jullie ook gewoon. Allebei omkijken. Daar zitten we dan, dames en heren. Even lekker een broodje eten. En ik kreeg net een appje. En dat heeft betrekking tot jou. Dit is zo mooi. Check eventjes wat Bas stuurt. Wat? Is toch niet normaal? Wow. Precies wat Joelle zei is uitgekomen. Een half uur later in het regen. Hoe dan? Ja, dat is Nederland, hè. In de taxi, dames en heren. Het duurde niet heel erg lang. Je hebt gewoon een rij bij het vliegveld om de taxi in te stappen. Dus we zitten met een hele lieve vrouw. En de teller is aan het lopen. En het is 23 minuten van het vliegveld naar het hotel. En ik heb expres een hotel geboekt. Echt goed in het centrum. Joelle is hier vorig jaar met een vriendin geweest. Dus die weet sowieso wat leuke plekjes. Sowieso een heel lekker restaurant waar ze al helemaal in love mee is. Echt al 6 keer gezegd. Ja. Dus we gaan sowieso naar een restaurant. Ik weet ook wel een goede tattoo shop, hoor. Tattoo shop. Oké. Ja, okay. Tattoo laten zetten, hè? Echt? Wat voor tattoo heb je hier laten zetten? Ik heb op mijn heup happy staan. Serieus? Ja. Dat heb ik hier random op een ochtend bedacht en toen zei ik tattoo. Ja, dat doen best wel veel mensen. Ja. Gewoon last moment op vakantie een tattoo zetten. Oké, okay, happy. Nou, goede betekenis toch? Happy, happy, happy. Dus goed, nou ja, we zitten in de taxi. Kijk, let's go. Hello. Yay. Hola, supermercado. Sala Blanca, espera aquí. Get Spanish. Dat is het enige wat ik kan. Ja, ik heb ook een jaartje Spaans gehad op school. Ah, ik weet nog iets anders. La cuenta, por favor. Ah, goeie, hè? Ja, dat betekent mag de rekening alsjeblieft.
Oh ja, je hebt het ook in Spanje op vakantie gehad. Ja, dat moest ik leren. Ja, dat snap ik wel. La cuenta por favor. Wat zeg je altijd tegen Daniel als je hem ziet? Dan schreeuw je altijd. Ik zeg tegen hem Gran Trasero Hombre. En dat betekent? Dikke billenman. Dat heb ik op Google Translate opgezocht, dus misschien klopt het niet. En wat zegt hij tegen jou? Hij zegt Mujer Gorda. En dat betekent? Dikke billenvrouw. Geniaal. Dus ja, ik weet niet of zij nu denkt, wat zegt zij? Of dat ze denkt van... Goed. Oké, nou in ieder geval, we gaan het heel erg leuk hebben. Ik heb er zin in. Let's go. We gaan even de hotels eerst checken. Ja, in Spanje heb je heel veel scooterrijders. Echt heel veel. Oeh, een mooi backpack. Nice pink. Kijk dan, dikke chopper. Hey, wow. Is dat Spaans? En een hop en een gasolina. Ta-ta-ta-ta gasolina. En is dat Spaans? Ja, volgens mij wel. Goeie. Ja. Mercadona. Hola, supermercado. We gaan sowieso naar een supermercado, toch? Ja, is goed. Dat gaan we dan halen. Vegetables. Vegetables. Is het hier ergens? Supermercado. Did we arrive? Unos, dos, tres, cuanto, cinco? Cinco. Ja, ja. High five. Ja, perfecto. High five. Bruh. Iemand anders van jullie high-five? Ja, ja, super. Gracias. Ja, ze kan geen Engels en ik kan geen Spaans, maar ik doe mijn best. Dames, komt u maar, komt u. Oh, alleen Myron. Hey. Hey, nice. Ja, mucho gracias. Mucho gracias, mucho gracias. Nice, heb ik goed gefixt, hè, dames? Ja. Hoppakee, nou, inchecking, yes, yes, let's go. Hey, proost, hè, shotje water. Let's go, ladies. Water met limonen heet dat hier. Limonen. Dat heb ik nu bedacht. Dat heb ik ter plekke bedacht. Limonen. Ik ben gewoon super hype dat we hier zijn, oké? 108 en 111. Daar gaan we. Ziet super mooi uit. Is dit 108? Ja. Kijk, Joelle. Nou, laten wij naar 111 gaan. 110. Nee, 111. 111. Oh, mooi. Dat is fijn. Dat is fijn, hè? Oh. I say, your room number is very easy. It's 111. Dat is nice, hè? Thank you very much. Weet je wat het wel echt een dingetje is? Nee. Hij vroeg serieus of ik Spaans was, omdat mijn Spaans zo goed was. Ja. Ja. Nou, let's go. Open. Ook dat voetje tegen die deur aan nog. Ik ga niet open. Oh, hard. Oh, oké. Gewoon een beetje kracht. Hey, jongens. Hey, dames en heren. Wauw. What? Dat gordijn gaat gewoon automatisch open, terwijl je binnenkomt. Wow, hoe ziek is dat? Hele mooie kamer. Hey. Oh, kijk hoe het geland is. Perfect. Even alle spullen hier op bed leggen. Hoppakee. Nice hoor. Heel erg nice. Supermooie badkamer. We zijn in Barcelona. Woo! Hier blijven we een paar dagjes. Zo, overal spiegels hier zeg. Heel mooi. Ik denk niet dat deze open kan. Dat denk ik ook niet, want de hendel lijkt eraf te zijn. Ja. Maar dit ziet er top uit. We zijn gewoon in het centrum. We zijn als het goed is overal echt mega dichtbij. Dus dit gaat een paar mooie dagen opleveren. Want wij gaan de boel eens even een beetje verkennen hier in Barcelona. En zal ik jullie het verhaal vertellen, dames en heren, van wat er eventueel kan gaan gebeuren, wat ik al eerder zei in de auto. En dat is het volgende. Daniel, die is hier 2 uurtjes vandaan. En die is aan het vissen op zee. Op de sterkste vis ter wereld. Wow. En hij zei, als je het leuk vindt en we vangen supergoed vis, dan kan je een dagje mee. Dus ik zei van, oké, dat is wel echt super vet. Dus hij zei, wat je kan doen is gewoon vliegen in de ochtend. Dan haal ik je op, gaan we de hele dag vissen, vlieg je in de avond weer terug. Toen dacht ik van, hey, maar wat nou als ik met Myron een paar dagen naar Barcelona ga? En dat als hij goed vis vangt, dat ik dan een dagje meega. En als hij niet goed vis vangt, dan is het ook niet waard om heen te gaan. Dan blijf ik gewoon met Myron hier. Maar wat nou als ik wel ga vissen, dan is Myron helemaal alleen in Barcelona. Dus toen hebben we bedacht dat we iemand mee gingen nemen. En toen ging Joelle mee. Ja, super gezellig. Dus als ik een dagje wegga, dan is het waarschijnlijk overmorgen of de dag daarna. En dan is Myron in ieder geval met Joelle. Dan kunnen wij lekker shoppen. Precies. Dus het wordt hoe dan ook, wordt het superleuk. Is een win-win situatie. Dus zo zijn we eigenlijk terechtgekomen in Barcelona. Heel erg last moment. Ja, super last moment. En daar houden we alleen maar van die laatste moment tripjes. Dus dat is perfect. Ik ga serieus even douchen. Daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ga even genoeg water drinken. Ik heb te weinig gedronken en in het vliegtuig is het altijd zo droog. Dus ik ga even een lekkere douche nemen, opfrissen en dan zijn we zo weer terug. Ik heb me helemaal opgefrist. Ik ben helemaal klaar om eventjes op pad te gaan. En ik sta hier nu voor een donut
donut. Een donut gigante. Moet je eens even kijken wat een unit van een donut... Donut, wat zeg ik nou allemaal? Donut is. Die gaan we delen met z'n drieën als het goed is. Marjan is aan het bestellen. Chico, wat wil jij? Ik wil een espresso macchiato. Heb je het besteld? Ja, alleen nog niet de donut. De donut gigante. Donut. Jeetje, mijn uitspraak. Het is er aan de hand. Ik keek en ik dacht, waar is mijn camera? Maar daar ben ik mee aan het filmen. Hij is wel lekker mals. Ja, hij is luchtig. Maar hoe denk jij over vrouwenwinkels? Wil je daar wel met ons heen? Of moeten wij dat op de dag doen dat jij aan het vissen bent? Nee, dat kan. Maar ik zat meteen te denken aan FC Barcelona shirt. Ja. Dus laten we ons eerst naar een Nike winkel gaan. Ja, wij zijn ook wel een beetje omdat we dan met jou mee gaan zijn. Juist. Dan moet je ook met ons mee. En dan ga ik meteen dat shirt aandoen. Kijk hoe schattige espresso macchiato ik heb. Zo lief. Nou goed, even smikkelen, even koffietje naar binnen werken. Gaan we straks naar de Nike store. Gaan we eerst even FC Barcelona shirt halen. We hebben het koffietje op, dames en heren. En we gaan even een Barcelona shirtje halen. Het is gewoon het eerste wat we gaan doen. Een Barcelona shirtje. De official store. Daar gaan we. Kijk eens even hoe goed hij eruit ziet, Frenkie. Ongelooflijk. Wat een baas. Net polootje hier zo. Maar we hebben natuurlijk even het officiële shirtje. Alleen, weet je wat het gek is? Hij is gewoon uitverkocht in XL. En L ga ik denk ik niet passen. Dus ik heb hier nu een witte in XL. En ja, deze vind ik ook wel sick. Deze vind ik misschien nog wel vetter. Omdat deze in L is en dat past ik niet goed. Het is gewoon te klein. Ik heb XL nodig. Dus ze hebben in de eigen Barça store gewoon geen XL meer. Het is gewoon uitverkocht. Het is te populair. Oké, okay, gracias. Mucho gracias. Ciao. Ciao. Oké, okay, het alarm is twee keer afgegaan. En we werden even twee keer tegengehouden. Maar het is gelukt, dames en heren. Ik heb drie items gehaald hier bij Barça. Ik heb. En deze ga ik meteen aandoen. Ja, ja. Meteen. Instant. Boom. Rode kaart. Rode kaart. Let's go. Hoe nice is dat? Ja, die is heel mooi. Officieel shirtje. Jammer dat ze niet zeg maar de echte officiële hadden. Nee, die was gewoon helemaal uitverkocht in Enzo's maat. Maar ja, dan doen we het maar op deze manier. Ik vind deze ook wel echt heel vet. Ja, heel nice. Misschien zelfs nog wel een klein beetje vetter. Ja. Dus ja, ik ben heel erg blij mee. Mooi zo. Dit is mijn eerste aankoop die ik meteen aan heb. Ik heb ook nog een lange mouw gehaald en nog een kort broekje. Maar die zien jullie later vanzelf wel een keertje in de vlog. Maar voor nu ben ik de eerste persoon die geslaagd is. Maar de afspraak was als eerste naar de Barça store. En dan deze halen. En dan nu gaan jullie naar Stradivarius, toch? Naar alles. Oh, naar alles. Letterlijk alles. Oké, en ik ga naar de Lego store. Ja. Oké, let's go. Dames en heren, ik neem jullie mee naar de Lego winkel. En dan daarna ga ik kijken of ik de dames nog kan vinden in Barcelona. Maar ik ben echt super blij met het shirtje. Heel nice. Ik schrok wel een beetje van de prijs, eerlijk gezegd. En daar ben ik nog steeds wel een beetje van geschrokken. Ik wist dat een voetbalshirtje duur was. Maar €185? En dan ben ik ook nog zo gek om het te kopen. Ja, €185 voor dit shirtje. Maar ik heb hem gekocht en ik ben er super blij mee. De winkels zitten hier wel echt in prachtige gebouwen. Zoals de H&M. Doei dames. Bye. Oké, we gaan doorlopen. Want hier om de hoek, een klein stukje verderop, zit de Lego store. Kijk, hier zit hij dan, dames en heren. De Lego winkel. Wat is deze man aan het fotograferen? Oh, wauw. Wat een werk zit hierin. Ongelooflijk. Oh, meneer gaat er nog even bij staan. Wat schattig. Wat hebben we hier? Een space shuttle. Damn. Die gaat vast heel erg snel. Check hoe deze eruit ziet. Hoe lang zullen ze hier wel niet mee bezig zijn geweest? En wat hebben we hierin zitten? Oh, een unicorn. Mensen zijn ook echt gewoon allemaal aan het legoën in de Lego winkel. Ik wist niet dat het mogelijk was. Maar ze zijn allemaal bij die bakken gewoon al die stukjes aan het pakken. En dan zijn ze gewoon dingen aan het in elkaar zetten. Dus het is niet alleen kopen, maar ook gewoon legoën in de Lego winkel. Oké, dames en heren. Wat ik zojuist heb gedaan, is ik heb dit bakje gekocht. Het is een eigen mini Lego poppetje die je kan maken. Nu moet je dit bakje scannen met de onderkant hierop. Nou, dat heb ik net gedaan en nu moet ik een naam invoeren. Dus wat ik nu ga doen is Myron, want ik ga een cadeautje voor Myron maken. En hier kan ik dus alles zelf kiezen. Dus ik kan mijn hele Lego poppetje aankleden zoals ik wil. Dus laten we even kijken wat we hier allemaal hebben. Hier, you can do lines, squares and we have the colors and the size, okay? Okay. Stickers and you can write on it several times, okay? Okay, so I can write a name on it as well, or a number or anything. Yeah, whatever you want. Ah, so let okay. me know if you have any doubts. Okay, thank you. Ah, dat kan ik dan. Ah, kijk, nummertje 4. Oké, okay, ik heb nummer 4 erop.
decoraties, Barcelona. Wat doe ik? Een hartje van Lego. Wat? Ik wil hem kleiner. Oh, kijk. Als ik hem hier kleiner maak, dan wordt hij daar ook kleiner. Kijk. Groot, klein. Goegoe. Oh, goegoe. Goegoe. Oh, dat werkt niet. Kijk, een hartje. Damn. Dat is Myron. Oké, nu de achterkant nog. Damn, wat doen we hier dan? Wacht, hier doen we dan sexy. Boom. Dit is gewoon de ene. Kijk, dit doe ik de voorkant en dit doe ik de achterkant. Boom. Damn, ik had graphic designer moeten worden. Nu snap ik wat ze allemaal bij deze bakken aan het doen waren. Je kan hier dus allemaal items voor je poppetje halen. Dus je kan gewoon lang haar, kort haar. Hier heb je ook allemaal accessoires wat je dus op je poppetje kan doen. Ook al zal ik niet weten echt wat voor hoofd je erop moet doen. Ook al kan deze best leuk zijn. Alleen is dit niet echt Myron natuurlijk. Dit is gewoon een paardenhoofd, een unicorn. Dit is dus de printer en hier wordt hij geprint, dames en heren. Let's go. Myron wordt geprint. Hoe cool is dat? Kijk, Myron. Ik ben benieuwd of ze er wel blij mee is. Ik vind het zelf vooral heel leuk om te doen. Yolanda wordt ook geprint trouwens. Let's go. Oké, het bakje is open en hier kan ik straks de Lego indrukken ofzo. Nice. Oké. Thank you. Oh, dit is het. Dit heb ik. Dit is het enige wat ik nu heb, dames en heren. Ik heb gewoon letterlijk dit gemaakt. Kijk, een hartje, nummer 4, Myron. En hier sexy. En nu moet ik haar nog helemaal afmaken. Dames en heren, ik denk dat ik Myron haar hoofd heb gevonden. Kijk, dit is wel leuk, toch? Dames en heren, ik heb haar haar ook gevonden. Check dan. Hoe perfect is dit? De voorkant. Kijk dan. Hoppa, perfect, toch? Oké, dat was hem, dames en heren. Ik ben hier waarschijnlijk veel te lang mee bezig geweest. Maar het is gelukt. Ik heb hem hier in mijn handen. En nu is het even zoeken naar Myron en naar Joelle. Ook al denk ik dat zij zich prima vermaken. Dus misschien dat ik nog een ander leuk winkeltje tegenkom. Maar ik ben heel erg benieuwd wat Myron hiervan vindt. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk geworden. En het was wel een leuke bezigheid zo eigenlijk samen met jullie. Ik heb ze weer gevonden, dames en heren. Hoi. Ze zijn er weer. En ze zijn ook geslaagd. Ze hebben wat nieuwe dingetjes gekocht. Jazeker. Ik heb oorbellen gehaald. Oké. Wauw, wat een dikke knoepert. Heftig, hè? Ja, dikke knoepert. Dit is een... Heb je deze al ingedaan? Nee. Dit is een gokje. Ja. Oké. Een ketting. Vond ik wel leuk, omdat het zo plat loopt. Ja, nice. Een haarband, 2. Oké. Kleurtjes. Ook goed. En we hebben trouwens allemaal eten besteld. We hebben allemaal hapjes uitgekozen. Die. Dus dat komt ook zo. En die. Ja. Sephora ben ik geweest. Deze was ook van mij, dus die moest ik weer opnieuw halen. En dit is gewoon lippenbalsem. Oké, lippenbalsem en nog iets anders van Sephora. Nice. Ik heb hier een leuk topje. Oh, die is cute. En ik heb deze gehaald. En die heeft Joelle in het zwart gehaald. Dat is een lange mouwen shirt, maar die is aan de achterkant open. Oh, dat is heel mooi. Ja, ook voor je tattoo. Heel nice. Dat was het dan. Ja. Nice, maar... Oh ja, wat heb jij gehaald? Dat zou je ook laten weten. Ja, dat ga ik laten zien. Oh, dit is een lange mooie fles. Zo, dat is een mooie fles. Ja, dat is een hele mooie lange fles. Kijk dan hoe groot die is. Hoppakee, wordt even opengemaakt. Hoppa, mucho gracias. Oké, ben je klaar voor je cadeautje? Je hebt hem laten personaliseren, toch? Wow, dat shirtje die jij een beetje aan hebt. Oh, geniaal. Ook die staart, maar hij klopt wel. Sexy. Wow, daar ben je zo lang mee bezig. Ja, echt zo lang, dat is niet normaal. En ook deze, een blokje. Ja. Wow, echt lief. Schattig. Heb je ook eentje van jezelf laten maken? Nee, alleen voor jou. Echt? Ja. Alsjeblieft, schatje. Dankjewel. Ik heb even lekker wat vleesjes besteld. Myron heeft een lekker hapje. Joelle heeft een lekker hapje. We hebben nog kroketjes. En hier nog even een lekker hapje. Best wel sick als je kijkt hoe ongelooflijk veel publiek hierop afkomt. En hoeveel mensen hier eigenlijk allemaal voor dit museum staan om te kijken naar het gebouw. Maar dan realiseer je dat je zelf ook voor het gebouw staat te kijken, net als de rest. Dus ja, wij zijn ook een van de velen die hier even komen koekeloeren. Ik weet ook inderdaad precies wat Myron zegt. Ik weet niet of ik het mooi vind, maar het is wel heel apart. Het is wel bijzonder inderdaad. Zo, in de drukke winkelstraat hier. Myron is weer een foto aan het maken voor andere mensen. Kijk dan.
Zo schattig. Nadat ik hem er niet op had, maar ik had haar camera op 0,5 gezet, waardoor je het echt super goed zag. Ah, heel mooi. Dus toen zei ze tegen mij, no, no, no. En toen zei ik, ja, ik heb je echt wel goed in beeld. Schattig. Ja. Kijk hoe mooi dit is. Bijzonder, vind ik. Ja, heel apart. Die balkonnetjes ook. Maar is dit een hotel of zo, als je kan boeken? Want, oh, het is een museum. Oké, ik heb het gezien. Ik ook. Nice, gaan we verder. Ja, toppie. Volgende bestemming. We moesten even een plekje hebben om te gaan avondeten. Hoe laat is het inmiddels? 8 uur. Zo, dat is wel een mooie Spaanse tijd om te eten in ieder geval. Dus we eten bij Fappiano's. Fappiano. Fappiano. En Myron en ik delen deze lekkere pasta. En deze caprese met burrata. En dat heeft Joël ook. Het is smakelijk. Lekker snel. Hele goede dit. Gaan we iets zeggen over dat ik net de trap opliep en een Fanta liet vallen en 3 glazen. En dat de hele trap onder de Fanta zit? Nee, daar gaan we niks over zeggen. Pas op hoor, dames en heren. Het is nog een beetje nat. Zo stom dat ik dat liet vallen. Echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik doe niks voor jou eigenlijk. Nee, echt niet. Echt, hè. Ik struikelde gewoon of zo. Heel apart. Maar gewoon die slow motion. Ja, jij zag het gebeuren. Maar we hebben lekker gegeten hier, hè? Heerlijk. Nou, nu de pasjes inleveren en dan ga ik even betalen en dan gaan we weer verder. Oh. Oeh, rood lichtje. Hey! Ciao, ciao. Nou, dan ga ik naar mijn kamer. 111. Maar u doet de deur dicht. Room service. Hallo. Room service. Ze zit door dat oogje te kijken. Handen in de lucht. 4 handen. 4 handen? Wat zeg je nou? 4 handen in de lucht? Peace is het codewoord. Peace. Zie je me, peace? Ja, dankjewel. Jongen, we moeten helemaal moeite doen om in de kamer te komen. Maar we zijn er weer, dames en heren. Kijk, hier heb ik mijn verzamelpetjes. 1 petje mee, 2 petjes mee, 3 petjes mee. En ik had een petje op mee. Wauw, hey, leuk zeg, die verzameling van jou. Wat kleurtjes heb je meegenomen? Voor elk outfitje 1. Leuk! Dankjewel, schat. Even plassen. Ja, is goed. En dan... komt er één keer Marion erbij liggen. Hoi. Oh, wat een heerlijk eerste dagje zo, hè? Echt fijn, hè? Ja, was echt nice. Oh, ik breek mijn arm bijna. Oh. Ja, was echt heel erg nice. Barcelona is echt mooi. Ja, Barcelona is mooi. Groot, hè? Ja, we gaan morgen met zo'n hop-on, hop-off. Ja, we hebben echt een superleuke planning voor morgen. Echt een superleuke. Dus we gaan hop-on, hop-off. We gaan echt naar een mega ziek aquarium. We gaan ook naar een super vet park. Marion heeft een irritante buitje. En we gaan ook nog... En ze doet altijd zo fier. Dat kan ik dus niet. Niet zo fier. Nee, dat doe ik nooit. Maar zo. En we gaan ook nog naar... even kijken, park, aquarium en... Iets met een dak. Iets met een dak? Oh ja, we gaan ook nog naar een supervet dak. Rooftop bar. Ja, rooftop dakbar. Hoe hou je die vinger dan zo? Kijk, die pink van mij, ik kan dat niet. Weet je niet, doe gewoon dit. Deze twee zitten gewoon soort van bij mij aan elkaar vast. Echt? Deze twee? Ja, die kan ik niet los van elkaar bewegen. Nee? Deze twee. Ja. Ja, dat is wel apart, hè? Ik doe gewoon zo 4. En dat is een beetje wat we morgen gaan doen. Ja, morgen wordt wel een leuk cultureel dagje waarin wij Barcelona nog meer gaan ontdekken. Zeker weten. Het is niet zozeer winkeltje in, winkeltje uit wat we vandaag een beetje hadden. Nee, dat doen we Joël en ik vrijdag. Als jij iets anders gaat doen, ik ga nog niet zeggen wat. Jullie weten het. Oh, dat had ik al verteld. Ja, vissen. Maar ja. Je had nog niet gezegd dat het vrijdag zou zijn. Maar dat is waarschijnlijk... Met grote waarschijnlijkheid ga jij op vrijdag vissen. Ja, waarschijnlijk over 2 dagen inderdaad. Ja. Maar ik heb super veel zin in morgen. Ik check jullie dan. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen dan om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. We vroegen ons af tot hoe lang jullie bleven kijken, maar... Dankjewel. Oh my god. Ah! Ah! Oh. Holy shit, holy shit. Oh god. Dat was een hele mannelijke gil. Oh my god. Gaat het goed met jou? Ja. We moeten hem wel weg hebben hier. Waar is hij nu? Ja. Oh, daar. Oh, hij is daar. Oké, ik ga dat fixen, ja. Ik doe even de lamp aan. Oh my god. Die geel van jou. Dat was echt niet normaal.
Hij zegt. Hold my camera. Ik wil op het bed staan. En dan zo. Nee, vlieg nog eens daar. What the fuck? Hoe dan? Ja, doe daar. Ze gaat pak die tas weer. Hoe dan? Snel. Hij komt terug. Waar is hier. Oh my god. Hij is wel half gewond. Ja, hij is wel in de war. Schatje. Ja, nu heb je hem. Nu is het klaar. Kijk uit. Ja, je hebt hem. Waar? Hij viel. Oh ja, zie je die plek. Hij viel. Wil die? Ja. In mijn onderbroek, of? Ik weet het niet. Hij ligt daar, ja, hij ligt daar. Oh, ik zie nu wel dat er wel strepen zijn hier door het licht. Ja. Oh, goed tasje. Oh god, die geel wil ik terugzien van het begin. Goed tasje, hoor. Zo, hij zat in één keer op de laptop terwijl jij film aan het kijken was. Dat was zo ziek. Ik startte net een nieuwe film. Toen in één keer zag ik zo'n dik insect erop. En Maya... Oh! Schat, kijk! En ik zo, ah joh, zo groot is hij niet. Ja, rustig, zei jij. Zei rustig. Ik dacht, moet even de stoere man zijn. Ja, totdat hij naar me toe ging vliegen. Ja, toen schrok je wel. Ja, schrok je wel. Oké, nu gaan we. Finito, basta. Ciao.